Welkom bij aflevering 2 van Road to Rio. We staan nu midden in de bak bij het NK in Ermelo. En deze aflevering wordt fantastisch, want we gaan in deze aflevering namelijk zien welke ruiters naar Rio gaan, naar de Olympische Spelen. Verder staat deze aflevering compleet in het teken van de bondscoaches, dus blijf kijken! Deze aflevering staat compleet in het teken van de coaches. Want zonder een goede coach is een ruiter helemaal nergens. Een goede coach is vaak net zo belangrijk als een goed paard. Want een coach is het oog vanaf de grond. Een coach kan zien wat een ruiter niet kan zien. En in deze aflevering spreek ik Rob Erens, de coach van het springteam. Joyce Heuting, de coach van paradressuur. En Martin Lips, de coach van eventing. En ik ga nu eerst naar Gio Rotterdam. Nou, ik sta hier met Rob en Rob is bondscoach in de discipline springen. En we zijn hier op een belangrijk evenement in aanloop richting de Olympische Spelen. Kun je iets meer vertellen over waar we nu zijn? Nou, dit is eigenlijk een heel belangrijke plek op het concours. En dit is eigenlijk een heel belangrijk punt omdat het eigenlijk atleten zijn die echt goed opgewarmd moeten worden. Elk paard heeft dat heel erg nodig. En dan zien we hier ook dat er een paar sprongen staan waar iedereen dus eigenlijk zijn eigen paard kan losspringen net gelang dat hij zelf wil. Dus het ene paard springt veel, het andere paard springt weer minder. Want de ene inderdaad zie ik een beetje dressuuroefeningen doen, de ander zie ik de hele tijd over die kleine balken springen, de ander over de grote. En iedereen heeft een soort van zijn eigen techniek, maar jij bent bondscoach en stuur jij dat ook aan in het Nederlandse team, wat ze bijvoorbeeld hier moeten gaan doen? Ik stuur dat wel aan, maar toch is het eigenlijk puur individueel. Dat elke ruiter die natuurlijk 7 dagen in de week met zijn paard bezig is. En dan komt in één keer de bondscoach aan en die zegt ik ga dan eens eventjes totaal veranderen. Dat is dus niet mijn taak. Mijn taak is eigenlijk om alles heel goed te organiseren. En wel iedereen met raad en daad bij te staan. Als ik denk van ja, dan, je moet dressuurmatig iets meer met je paard werken. Dan help ik daar natuurlijk wel bij. Daar geef ik tips voor. En je moet het eigenlijk zo zien dat het springparcours rijden is eigenlijk dressuurrijden tussen hindernissen. Je bent als bondscoach echt super belangrijk. En wat ik hoorde is dat het Nederlandse team echt bekend staat om de teamspirit. Ja. En hoe doe je als coach? Wat doe je eraan om die spirit zo goed mogelijk te krijgen? Ja, die saamhorigheid, die teamspirit is ongelooflijk belangrijk. Dus mijn taak is echt belangrijk en ik blijf daarbij en ik blijf toch heel hard aan werken. Dat je met een team altijd bij elkaar moet zijn. En je moet met elkaar dat ene doel. Ja, want je bent bereiken. Een team. Ja, ja. Maar soms, kijk, je gaat alleen maar om met topsporters. En topsporters willen altijd winnen. Als ze niet winnen, zijn ze een klein beetje soort van depressief. Ja. Hoe haal je ze uit die goot? Hoe ga je om met een slechte prestatie? Dat is aan mij de taak om op een gegeven moment altijd optimistisch te blijven. En ik blijf nooit ergens lang bij zitten. Als iets misgaat, dan nemen we dat door en dan gaan we verder. En er is niks moeilijk. Je kunt het alleen moeilijk maken door zelf als coach te zeggen van wij springen nu lopen in het parcours. Ik zeg potverdorie, dat is moeilijk. Er is niks moeilijks, maar je kan het zelf moeilijk maken. Het is een beetje een Johan Cruijffje. Ja, het is een tegeltje hoor. Ja, je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wil. Precies, maar nu even weer positief. We gaan straks naar Rio, dat is natuurlijk zeker. Ja. Hoe selecteer je op springen, die gaat er mee? Ja, dat is moeilijk. Kijk, bij ons is het natuurlijk allemaal puur individueel en ze rijden allemaal hun eigen wedstrijden. En ik maak zelf eigenlijk een plan waar we naartoe willen werken richting de Olympische Spelen. Dat lukt ons al 12 jaar. En ik moet eigenlijk door het seizoen heen moet ik zien van welke ruiters komen op een gegeven moment, punt A, zijn capabel om naar de Olympische Spelen toe te gaan. En dan komen nog verschillende hele belangrijke elementen. De combinatie moet fit to compete zijn, maar de combinatie moet ook in de flow zitten. En je hebt ook vaak dat je ergens naartoe werkt en dat je ergens op een punt komt dat je net over die rand gaat. En dat je eigenlijk, ik kan niet zeggen overtraint, maar ook te veel wedstrijden wellicht. En dan ga je over je top heen. En dan ga je op een gegeven moment weer in een fase dat het weer niet zo lekker loopt. En dat is allemaal heel belangrijk. En dat wil je niet elementen. Net voor de Olympische Spelen nee, hebben. Nee, je moet op de Olympische Spelen het vertrek, 6 augustus, als het team vertrekt, dan moeten ze eigenlijk fit to compete zijn. In de flow zitten, de ruiters allemaal dezelfde kant op kijken en dan maakt het wellicht mogelijk dat je zou kunnen pieken weer. Weet jij al wie er meegaan? Normaal weet ik het eigenlijk wel, maar dit is voor mij nu op dit moment ook best nog wel een klein beetje een grijs vlak. Omdat ik eigenlijk een vrij grote groep heb, een groepje van 7-8. Ja. En daar moet ik de beste uithalen en dat is best moeilijk. Ik heb nu naar Rotterdam weer een heleboel informatie.
Ja, want wanneer is de dag dat je de knoop door moet hakken? Wie er meegaat? 17 juli. 17 juli. En de namen hoef je niet te zeggen, maar weet je in je hoofd wel al de top 3 die sowieso meegaat? Ik heb wel iets in mijn hoofd. Maar dat zit alleen in mijn hoofd. Dat komt niet in mijn hoofd en in dat hoofd. Nee, dat mag ook niet. Dat is ook, vind ik, het sterke punt van ons kleine landje. Het maakt het voor mij wel moeilijk, maar ik ben de enigste die de beslissing neemt. Jij bent op de Olympische Spelen geweest. Hoe is het daar? Het is geweldig. Ik heb er zelf eigenlijk 3 meegemaakt in mijn actieve carrière als ruiter. Ik heb er nu al 2 meegemaakt met het Nederlandse team. En ik heb in 2012 in Londen ook heel hard met de jongens, want die wilden allemaal niet in een Olympisch dorp. Ik zeg, mannen, ik zeg, kom nu in het Olympisch dorp. Ik zeg, want dat is een gevoel, ga je nooit meer meemaken. En toen hebben we toch op een gegeven moment dat gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ze vonden het geweldig. En gaan we voor goud in Rio? Wij gaan sowieso voor het hoogst mogelijk. Oké, we gaan voor goud. Heel veel succes, dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. We zijn weer terug op het NK in Ermelo. En hier is het ook een super spannende dag voor de bondscoach van het paradressuurteam. Namelijk Joyce Heutink. Haar ruiters moeten hier zometeen nog rijden. En op die rit gaat ze haar definitieve keuze baseren wie er uiteindelijk meegaan naar de Spelen in Rio. Ik ga haar zo opzoeken en ik ga haar het hem van het lijf vragen. Oké, nou Joyce, vanmiddag wordt het voor het publiek bekendgemaakt wie naar Rio gaan. Jij weet het al, dat heb je vandaag besloten. Je hebt het net verteld. Hoe was dat? Ja, het is gewoon een heel spannend moment. En er waren 7 mensen nog echt in de race. En bijvoorbeeld een paar jaar geleden gingen we met 4 mensen naar kampioenschappen, nu met 5. Dus ik heb 5 mensen heel blij mogen maken. En natuurlijk is het voor 2 mensen dan echt wel heel zuur. Ja, dat hoort bij de sport, dat hoort bij het vak. En ik zeg niet dat het leuk is. Nee, dat is niet zo. Oké, de teleurstelling is niet leuk, maar hoe waren die 5 mensen die wel mee mochten? Hoe reageerden die? Nou, die heb ik met een pokerface naar buiten gestuurd, want die mochten niet vertellen of ze door waren of niet. Maar die waren echt heel erg blij. Oh, maar die moeten nu nog de hele dag hun mond houden. Dat is echt super lastig. Ja, jij ook. Liefst zou ik het nu vragen, maar het blijft nog heel even geheim. Ik zou het liefst ook niet vertellen. Ja. Ik ben er heel trots op, want we gaan echt met zo'n sterke ploeg. En hoe werkt dat met het paard bijvoorbeeld? Is een paradressuurpaard anders dan een normaal dressuurpaard? Want dressuurpaarden zijn normaal heel erg hysterisch en wild. En hoe kijken jullie naar wat voor paarden jullie meenemen? Nou, het gebeurt bij ons ook wel eens hoor, dat een parapaard hysterisch en wild wordt. Want als er zomaar iemand een paraplu opsteekt, dan schrikken ze ook wel een keer. Nee, onze paarden zijn eigenlijk vergelijkbaar met de dressuurpaarden uit de valide dressuursport. En ze moeten gewoon beschikken over 3 supergangen. En als ze alleen maar stap en draf moeten doen, ja, dan moeten ze gewoon een super stap en een draf hebben. Dan maakt de galop niet zoveel uit. Dus ja, als je dat kan combineren met een kwalitatief goed paard en heel goed rijden, dan kan je goed scoren. Oké, en jullie gaan natuurlijk nu met een heel goed team naar Rio. Je zei het al, we hebben een heel sterk team. Gaan jullie voor goud? Ik ga altijd voor goud. Altijd. Maar of het dat gaat worden, weten we niet. Jullie vliegen 3 september. En wat ga jij nu nog tot 3 september doen om ze nog even een klein beetje beter te maken? Nou, ik wil nu eerst even een klein beetje rust. Want ze hebben natuurlijk hard toegewerkt naar dit kampioenschap. Want het was een hele belangrijke wedstrijd. En daarna gaan we rustig individueel even opbouwen per paard en ruiter. Even kijken wat belangrijk is. En dan hebben we trainingskamp 2 dagen. En de dag daarna gaan we gezellig met z'n allen naar de Efteling. Even nog een beetje... Efteling? Ja joh, even een team boosten. Team spirit, ja. Oranje gevoel een beetje creëren. We hebben afgesproken dat we een wedstrijdje doen wie het vaakst in de achtbaan kan, zeg maar. Grappig. Oké, nou Joyce, het klinkt allemaal heel goed. Ik wil je heel veel succes wensen. En op naar goud. Dankjewel. Oké, de bekendmaking gaat nu bijna plaatsvinden, maar we moeten Martin nog hebben. Martin is de bondscoach van Eventing en de vader van Tim Lips. Die kennen jullie wel van vorige afleveringen. En daar bij het perscentrum zijn een aantal mensen en volgens mij is Martin daar ook. Dus ik ga er snel heen, want we moeten hem hebben. Iedereen zit al klaar in de hoofdring voor de bekendmaking. Op naar Martin. Oké, Martin, je gaat zo meteen de Audi in, je gaat de teams bekendmaken. Hoeveel nachten heb je er niet van geslapen over deze keus?
Nou, daar heb ik niet zoveel nachten wakker van gelegen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. De puzzel viel uiteindelijk toch wel in elkaar. Wat ga je nu nog doen om de paarden fit te houden? Want eventing is natuurlijk de meest gevaarlijke paardensport. Ja. Wat zijn nu nog je laatste... Als ik dadelijk mijn team bekendgemaakt heb, dan gaan wij direct in een trainingskamp hier in Amerongen. En dan zitten we bij elkaar en dan zitten we op de heuvel. En daar hebben we nog een programma van galoptraining, dressuurtraining, springtraining. En dan gaan we nog wat dingen doen om de teamsfeer nog wat... te verbeteren. Oké, nou wij zijn natuurlijk heel benieuwd of Tim meegaat. Je mag ook niks zeggen, we hopen het wel, want wij zijn ook allemaal heel erg fan van Tim. Ja. Maar één ding is zeker, jij gaat sowieso naar Rio. Ja, dus ik geef jou ook een Rio-vlag. Ja, dankjewel. En succes! Ja, dankjewel. Oké, jongens, ik heb mijn vlaggetjes gepakt. De ceremonie gaat zo meteen beginnen met de bekendmaking wie er naar de Olympische Spelen gaan in Rio. Super spannend, ik ben super zenuwachtig. Laten we gaan kijken. Compleet in het teken van Rio de Janeiro, de Olympische Spelen. Dit is Rotorio. Rio.